De eerste AC Milan Junior Camp in Suriname van 5 dagen zit erop. En die is een succes geworden. Maar eerst, de SVB is bezig bestaande kunstgrasvelden te vervangen en enkele nieuwe aan te leggen. Bijay Kumar Manku, penningmeester van de SVB, hierover. De kunstgrasvelden in Emil de La Fuente Sportcentrum worden vervangen omdat ze al 6 jaar oud zijn. Ze zijn aangelegd in 2009. De kunstgrasvelden worden vervangen na een aantal uren. Het gaat niet met de jaren mee, maar een aantal uren. Als u dagelijks gebruikt, 4-5 uren, dan gaat het sneller op. Er is een tapijt en die tapijt verslijt. Na een aantal uren gaat die verslijten en is aan vervanging toe. Sinds de opening zijn deze 2 velden dagelijks gebruikt. Vanaf 6 uur 's morgens tot 10 uur, 11 uur 's avonds zijn deze 2 velden gebruikt, dagelijks. De velden zijn meestal verhuurd door bedrijven. Scholen ook. De competitie vrouwenvoetbal U17 is hierop ook afgewerkt. Dus er is een grote vraag naar deze 2 kunstgrasvelden. Vooral in de regentijd. De vraag was zo groot dat wij niet iedereen konden accommoderen. SVB heeft de eerste kunstgrasvelden aangelegd, de Essenstadion hiernaast en deze 2 kunstgrasvelden daarna. Maar u ziet nu, omdat de behoefte zo groot is, een aantal particuliere bedrijven ook over zijn gegaan om kunstgrasvelden aan te leggen. Vanaf de SVB kunstvelden aanlegt, is er zaken gedaan met het bedrijf Edelgras. Deze matten komen uit Nederland. Wij hebben het gekocht bij Edelgras. Sinds de SVB kunstgrasvelden heeft aangelegd, hebben wij zaken gedaan met Edelgras. Er zijn verschillende bedrijven, maar wij hebben een goede relatie opgebouwd met Edelgras. En vandaar dat wij ook bij Edelgras deze matten bestellen. De ondergrond bestaat uit een drainagesysteem. De drainagesysteem wordt lokaal gebouwd. Is ongeveer 15 centimeter van scherpzand, die rode zand. Daarna komt er ongeveer 10 centimeter van die grind, 1 duim groot. En daarna komt er basecourse erop. En dat wordt gelijk gemaakt en daarop komt de mat. En in de mat komt ongeveer 2 centimeter van die baanzand. Dat wordt eerst gesieft, omdat die grote delen eruit moeten. En nadat de baanzand erin is verstrekt, komt de rubberlaag. Die rubberlaag komt ook uit Nederland. Het is Diamond Blade, dat is de nieuwste type, ja. Hoe wordt zo'n veld bespeelbaar gemaakt? Als je kijkt naar die mat, is de gras zelf is ongeveer 7 centimeter lang. 2 centimeter gaat zand erin en daarna komt ongeveer 3 centimeter rubber. En 2 centimeter blijft staan. Wat doet het zand? De zand gaat maken dat ding zwaar wordt. De mat zelf zwaar wordt. Maar als je zo dik zand erin staat, dan heb je. Anders gaat hij bij regen gaat hij drijven toch? Na het spelen gaat hij een beetje slap liggen. En er is een speciale borstel die weer rechtop gaat staan, de gras. Ik heb erop gestaan dat de ding die val heeft. Waardoor het water sijpelt naar beneden en naar de zijkanten. Dus binnen de kortste keren moet hij weg. Deze 2 velden vervangen vraagt een behoorlijke investering. Om alleen de matten te vervangen en kopen van die rubbers kost dat SVB ongeveer $60.000. Moet weten dat de oude mat helemaal verwijderd is. De ondergrond had wat verzakkingen. We hebben het veld verstevigd met basecourse. 2 centimeter, ongeveer 1 duim, hebben we verstevigd met basecourse. Voordien hadden we alleen loszand. Doordat het regende begon die loszand, nadat die verzadigd was met water, begon die te lopen. Wat wij hebben gedaan is verstevigen met basecourse. En de bedoeling is dat het veld nu stabiel gaat blijven. De ondergrond gaat geen verzakkingen meer vertonen. Maar de SVB verdient wel aan de huur van de kunstgrasveldjes in het Emilio de la Fuente sportcomplex. Deze velden, als je zoals we in de afgelopen jaren dagelijks hebben verhuurd, betaalt hij zichzelf terug. Ja.
je kan aardig wat geld verdienen met deze twee kleine velden. We hebben bedrijven die een lopende contract hebben van een jaar, die ook vooruit betalen, bedrijven als Staatsolie, DSB Bank, Parbo Brouwerij, zijn grote bedrijven die gebruik maken van deze velden. In het complex Orukul, dat nu wordt opgezet, komen er nog enkele kunstgrasvelden. Orukul krijgt 4 velden. Je hebt 2 kleine velden, 1 grote veld. En die 1 grote veld kan in 2 delen gebruikt worden. Dus totaal kunnen we 2 kleine, 1 groot of 4 kleine tegelijk gebruiken. De werkzaamheden zijn al begonnen. Maar het wachten is nu op FIFA die deze week, komende week aankomt. En kijkt naar de vorderingen van het werk. Zodat wij in deze droge tijd nog met de ondergrond klaar zijn. En de planning is dat die 4 velden daar in oktober ook af zijn. Hoe kan de SVB deze forse investeringen opbrengen? Die 4 velden is inkomen in Nederland, die betaalt FIFA. En deze 2 velden hebben wij bekostigd uit de extra bonus die FIFA aan SVB had gegeven. En daaruit hebben we dit bekostigd. Nu hebben wij samen met FIFA besloten om nadat die velden van Orukul af zijn, kijken of wij meer velden landelijk kunnen aanleggen. Misschien kunnen we moeten wel projecten indienen dat ook andere bonden in aanmerking kunnen komen voor zo'n kunstgrasveld. Het kost heel veel geld, vooral de onderbouw kost heel veel geld. Als we zo'n veld, een normaal veld van 105 meter bij, dus een normaal FIFA standaard maat, kan in de buurt van $350,000-$400,000 kosten. Kijk, wat we verdiend hebben aan de beide velden in 6 jaar is veel geld. Als je kijkt naar de jaarrekening van SVB, gaat u zien dat er behoorlijk wat geld verdiend is hoor. Want we hadden zeker per maand ongeveer 10.000 aan beide velden verdiend hoor. Als je neemt 12 x 10, dus hadden we 120.000. Van 25 tot en met 29 augustus heeft de stichting Axmaso met ruime ondersteuning van de SVB het eerste AC Milan Junior voetbalkamp gehouden in Suriname. Meer dan 50 jongens en meisjes hebben 5 dagen lang de fijne kneetjes van het voetbal geleerd. Het is de eerste keer dat Milan Junior Camp in Suriname vertegenwoordigd is. En ik zelf als vertegenwoordiger van de Milan Junior Camp organisatie, ik ben hartstikke trots en tevreden. Dit had ik even niet voorgesteld. De participatie van zoveel kinderen en niet alleen dat ze meedoen, maar het talent dat ze hebben gebracht naar de organisatie. Dit is de Milan Junior Camp. Het is 5 dagen trainen in de hete zon, niet alleen in Suriname is het heet. Het is heet in Colombia, het is heet in Californië, het is heet in Miami. Maar we zijn er in 37 landen in de, die vertegenwoordigd zijn in de Milan Junior Camp. En dit doen wij elk zomer. Zaterdag bij de afsluiting kreeg een ieder een certificaat en enkele kinderen wonnen prijzen. Gerald Kent, een Surinamer die woont in Amerika en die helpt bij soortgelijke kampen in verschillende landen, over hoe hij het hier vond. Ik ben hartstikke blij. Het is Suriname, ik ben Surinamer. Ik ben blij dat Suriname ook meedoet aan de Milan Junior Camp programma.
Het is een programma dat al overal ter wereld in de verschillende landen plaatsvindt. En waarom Suriname niet? Wie kent AC Milan niet? De gezichten van kinderen. Het mooie van Milan Junior Camp voor mij persoonlijk, ik maak vrienden overal ter wereld waar Milan Junior Camp plaatsvindt en waar ik mee mag doen. Dus de gezichten van jongens en meisjes, het talent die ik mocht, de opportunity had om te bezichtigen. En Suriname, wat een talent. Wat een talent. Ja, yeah, het is een heel mooi leventje voor zich, een mooie carrière in voetbal, jeugdvoetbal voor hem, voor hun. De jongen dat mee gaat doen, de twee jongens, goalkeeper, Danahir Alberts en Amiel Rijngoud, die gaan ons vertegenwoordigen in Colombia. Ze vertrekken 29 september naar het stadje Barranquilla. Meedoen met Copa Americana, ze vertrekken met Marco Bruno, de director. En ze gaan meedoen aan ons toernooi, een van onze toernooi, jeugdtoernooi in Colombia. Het is jeugd. Ik hou van jeugd om met jeugd te werken. In de Verenigde Staten doe ik dat. We hebben een academy in Californië. En daar zijn we heel sterk vertegenwoordigd. En het doet je een beetje pijn als je dat werk in Californië kan verrichten en niet in je eigen land. En ik kreeg de gelegenheid en meteen gepakt om het te doen. Oh, zeker weten. Volgend jaar wordt het groter. Ja, volgend jaar zijn we sterker vertegenwoordigd. Niet alleen met participanten van Suriname. Maar volgend jaar hebben we een groepje dat altijd met ons meereist. En we zullen dan een oproep aan ze doen om kennis te maken met Suriname. Veel zijn al verteld. Velen weten en volgen dit momenteel op Facebook. Onze fans in Colombia, in de Verenigde Staten, in Italië, in Europa. Ze volgen ons, wat we doen in Suriname. Foto's zijn op Facebook. En men is ready. Men weet nu dat een Suriname deel is van de Milan Junior Camp familie. Het is een familie. En als familie komen we bij elkaar in verschillende landen, verschillende stadjes. Dus verwacht het. We krijgen bezoekers. De coach Marco Bruno, een Italiaan die werkt voor AC Milan, zegt wat hij zich gaat herinneren van dit kamp. I'm sure. Guys, the players, the kids, I remember every face because when the player play with enjoy, for me is a pleasure. I don't believe this. It's impossible for me. No, it's the first time for me. I know the Sidorf was born here. I know, yes. I don't know how many kids, age of kids, the level, but I learned this. Every kid is always the same here in Italy, in USA, every country. I'm coach, I have a license UEFA B. My work is training the trainer. Het grote moment was het bekendmaken van de namen van de spelers die mogen gaan naar het AC Milan toernooi in Colombia in oktober. En in Italië in maart 2016. Coach Marco Bruno koos de spelers. Bonneke Elbers. Danahir Alberts. De goalkeeper. He is leaving with us to Colombia. Daniel Rijngoud. Danahir Alberts en Amiel Rijngoud mogen naar Colombia. Albert vertelt wat hij het moeilijkste vond. En dat verder zal laten trainen. En Rijngoud weet wat hij daar wil doen. Nou, ik wil daar voetballen. Ik wil hard voetballen en ik wil, als ik daar ga
wil ik als basisspeler op het veld zijn. Dejan Kasmi mag in maart naar Milaan. Wat weet hij van Milaan en AC Milaan? Oh, Milaan ligt in Italië. AC Milaan is een club in Italië en ze spelen wedstrijden in Italië. Ik wil beter worden in trappen en koppen. De SVB feliciteert Stichting Axmazo, de spelers en AC Milaan. Ik ben Suriname. Gefeliciteerd, jongens.